Te Leden Sportlust 1-2. We staan met trainer Jochem Twitsker. Jochem, ik ga jou twee keer feliciteren. Eén keer met de drie punten van vandaag. En de tweede felicitatie is dat je definitief in de derde divisie blijft. Of was je daar niet mee bezig? Ik hoorde het je net al tegen Wessel zeggen. Dus we hebben even samen gekeken. En het klopt inderdaad wat je zegt. Ja, opluchting alom. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk. Blij dat we weer een keer gewonnen hebben. Eerste helft is denk ik prima in orde. Goede goals gemaakt. Nog een paar mogelijkheden. Tweede helft was hangen en wurgen. Zij gingen naar een ander systeem. En daar vind ik dat wij dan tactisch een aantal keren niet de juiste keuzes maken. Ook die goal waar we eigenlijk onnodig uit de zone stappen. Maar ja goed, het wordt dan weer iets wat hectisch. Ondanks dat Ter Leden ook weer niet zoveel kansen gecreëerd heeft. Nee, je begon over de eerste helft. Ik denk dat je in de eerste helft een goede partij op de mat ligt. Ja, zeker. We hebben besloten om het speel wat klein te maken voor de tegenstander. En wat meer uit de omschakeling te gaan spelen. Nou, ik vond dat we bijzonder gedisciplineerd speelden de eerste helft. En ook in de omschakeling de goede dingen deden. Waar ook twee mooie goals uit voortkwamen. Dus dat was prima. Nou moet ik zeggen dat ik vind dat het veldspel van ons tussen de 16 meter van ons en van de tegenstander eigenlijk altijd wel op een enkele uitzondering naar redelijk tot goed verzorgd is. Dus alleen gaat erom wat gebeurt er dan in die 16 van de tegenstander en uiteraard ook in die van ons. En nu, doordat er wat meer ruimte lag, konden we ook echt in de omschakeling in de 16 komen en onze goals maken. Ja, en die andere spelwijze, heeft dat te maken met het ontbreken van een x-aantal spelers? Nou, niet zozeer bij ons, maar Ter Leden die wisselde in de rust van speelwijze. Maar oh, je bedoelt het inzakken? Ja, ja. Ja, dat heeft er zeker mee te maken. We hadden eigenlijk... of heeft het ook te maken met het aantal tegendoelpunten wat je in de laatste 5 wedstrijden kreeg? Ja, alhoewel als je dat gaat analyseren, dan komen de meeste goals komen dan uit omschakelingsmomenten dat wij aan het aanvallen zijn. Dus dat heeft niet per definitie te maken met je defensieve organisatie, want die is dan nog wel vrij redelijk. Dus dat moet je wel uit elkaar houden. Dus daar had het niet zozeer mee te maken, maar het was wel wat meer zekerheid kiezen om vanuit die organisatie tegen een tegenstander waarvan je mag verwachten dat hij daar wat minder makkelijk doorheen voetbalt. Om zo tot onze kansen te komen. En dat bleek te lukken. Zo'n overwinning na 5 wedstrijden op rij zonder overwinning, is dat dan extra prettig? Ja, je hebt natuurlijk liever dat je daar geen 5 wedstrijden voor nodig hebt gehad. Maar, het was ook gewoon nodig voor de ploeg, ja, denk ik. Natuurlijk. Hè. En je ziet ook, we hebben natuurlijk een behoorlijke blessurelast. En dat helpt ook allemaal niet mee. Aan de andere kant hebben we ook vooraf gezegd tegen de groep, wat er op het veld staat is gewoon prima. En er loopt genoeg ervaring en kwaliteit in om van Ter Leden te winnen. En dat geldt eigenlijk elke week. Alleen ja goed, we hebben gewoon een aantal weken wat dingen minder gedaan. En je ziet dat het ook een broos is, want de tweede helft was natuurlijk weer niet goed vandaag. Dus ja, daar blijft nog wel wat winst te boeken. Maar goed, het heeft natuurlijk ook van alles mee te maken dat je te veel mutaties hebt gehad de laatste weken. Ja, geeft het dan nog wel de kans om in het restant van het seizoen te gaan werken richting volgend seizoen? Ja, dat zeker. De speelwijze die we voorstaan. Kijk, laat dat duidelijk zijn. Als je kijkt vanaf het begin van het seizoen en hoe er vorig jaar gespeeld werd, was meer vanuit de reactie. En nu denk ik dat er aan de bal heel veel variatie in ons aanvalspel zit. Dus daar hebben we echt wel winst geboekt. Dus dat is sowieso al richting volgend jaar meegenomen, wat ik dat graag zo zie. Alleen, uiteindelijk zal je dat ook moeten kunnen koppelen aan resultaat en stabieler worden en meer goals. Dus daar is nog wel wat werk te doen. En we willen graag ook nog wat hoger opspelen als het gaat om druk geven. Dus er zijn nog wensen zat. En daar kunnen we deze weken zeker wel voor gebruiken. Alleen, als je helemaal geen resultaat haalt, dan is het ook lastig werken en iets omdat er geen vertrouwen is. Ja, en dat vertrouwen heb je met je ploeg vandaag flink omhoog kunnen krikken. Dus... wat ik al zeg, het is broos, maar er komen nu nog een aantal wedstrijden aan. Ja, goed, dan moet ik proberen hem toch nog weer een serie neer te zetten. En het is nou niet zo dat ik gelijk weer omhoog kijk, maar ja, wie weet wat er nog kan gebeuren. Nou, voorlopig begin je het paasweekend met een driepunter. Een denk ik prettige terugreis. Ja. En dan gaan we elkaar volgende week ongetwijfeld weer zien en spreken. Absoluut. Hey, goed weekend. Insgelijks.